Welkom bij Gospel Mission. Leuk dat je kijkt. Wij zijn een fulltime bijbelschool met een reformed evangelical karakter, gevestigd in het centrum Hebron. Onze missie is om christenen te trainen in discipelschap en hen toe te rusten voor de grote opdracht. Ons programma bestaat uit een discipelschapstraining en een missietraining, beide van 4 maanden. Onze focus is op hoofd, hart en handen. Met ons hoofd willen we gezond bijbelonderwijs tot ons nemen, zodat ons denken meer en meer wordt vernieuwd. We verlangen echter ook dat het doorstoot naar ons hart, zodat ons karakter wordt gevormd en we op Jezus Christus gaan lijken. Ook willen we dat onze handen in beweging komen en we gaan meebouwen aan de gemeente van Jezus Christus en de grote opdracht uitvoeren. In deze video willen we je meenemen door een dag van de bijbelschool, zodat je een indruk krijgt hoe het er hier aan toe gaat. We beginnen de dag gezamenlijk met een moment van aanbidding, waarin we God groot maken door middel van gebed, door middel van muziek en doen we ook voorbeden voor de rest van de dag. De liederen helpen ons om te beseffen wie God is en wat Hij in zijn Zoon voor ons heeft gedaan. En op die manier helpt dit aanbiddingsmoment ons ook om de rest van de dag in aanbidding voor God te leven. Daarnaast is er op de Bijbelschool ook veel aandacht voor gebed, omdat gebed in het leven van een christen onmisbaar is. We bidden voor mensen op het zendingsveld. Hierdoor zijn we ook echt betrokken bij wat er speelt op het zendingsveld. En leren we echt te strijden en te volharden in gebed. Je zou dus eigenlijk kunnen zeggen dat de Bijbelschool niet alleen Bijbelschool is, maar ook echt een gebedsschool. Krijgen we les over verschillende Bijbelse thema's, zoals bijvoorbeeld de eigenschappen van God, de gemeente, het werk van de Heilige Geest. Maar soms gaan we ook door een Bijbelboek, zoals bijvoorbeeld door Handelingen, door Romeinen. Wat ik mooi vind aan het onderwijs wat we krijgen, is dat het woord van God steeds centraal staat en dat de kern van het evangelie steeds terugkomt. Ook vind ik het heel waardevol dat we les krijgen van docenten die zelf praktijkervaring hebben. 'S Middags hebben we tijd voor zelfstudie, dan lezen we goede boeken, leren we over doctrines van het christelijk geloof door middel van de systematische theologie. 'S Middags heb ik ook vaak even tijd om lekker een wandeling te maken in het bos, zodat ik kan nadenken over waar we het over gehad hebben in de les en zodat ik tijd kan nemen om een bijbeltekst uit mijn hoofd te leren. Ben je als student deel van een bemoedigingsgroepje waar je van hart tot hart met elkaar kunt praten, waar je voor elkaar kunt bidden, waar je elkaar kunt bemoedigen, maar waar ook ruimte is om eerlijke vragen aan elkaar te stellen. De persoonlijke begeleiding van mijn mentor had voor mij echt toegevoegde waarde aan het bijbelschoolprogramma. Mijn mentor keek van dichtbij mee in mijn leven, waardoor ze de juiste vragen kon stellen en goede adviezen kon geven. Ook dacht ze mee over vervolgstappen voor na de Bijbelschool. Tijdens de lessen wordt er ook aandacht besteed aan hoe je het evangelie deelt, hoe je getuigenis deelt met mensen, hoe je een preek schrijft en hoe je die vervolgens ook voordraagt. En dit kan je ook meteen in de praktijk brengen door bijvoorbeeld bezoekwerk te doen, het aanbieden van een Bijbelcursus, evangeliseren, kinderwerk. En noem maar op. Het is mooi om hierbij te zien dat je in een groep zit met verschillende mensen, met diverse gaven en talenten, die ze ook echt op verschillende manieren kunnen inzetten. Dit kan je ook doen tijdens de stage, onder andere de groepstage in het buitenland, en ook nog een persoonlijke stage in binnen- of buitenland, waarin je echt je eigen gaven en talenten kan ontwikkelen en kan ontdekken. Ook is er de kans om een tweede jaar te doen, waarin je 8 maanden op een bepaalde plek stage gaat lopen en af en toe een terugkomweek hebt op de Bijbelschool. Naast het zelfstudiegedeelte is er ook een praktisch gedeelte waarin we praktisch de handen uit de mouwen steken. We gaan dan bijvoorbeeld in een klusmiddag aan het werk in het gebouw of in de tuin rondom het gebouw.
Ook is er een corvée-rooster. Dus dat betekent dat sommige studenten corvée-taken hebben 's middags, als schoonmaken of koken. En gelukkig is er ook genoeg tijd voor ontspanning. Denk bijvoorbeeld aan sporten, als tafeltennissen, darten, poelen of samen met een groepje een rondje wandelen of volleyballen. Ook kan je samen bijvoorbeeld spelletjes spelen of muziek maken. Oftewel allemaal verschillende manieren om onderling elkaar in de groep beter te leren kennen en te werken aan relaties. Het leven in de leefgemeenschap is een belangrijk onderdeel van de Bijbelschool. De studenten leven samen met een aantal gezinnen. We leren samen, we werken samen, we eten samen, we drinken samen. Aan de ene kant is dat heel gezellig, maar aan de andere kant is het ook heel vormend. Dat wat de studenten leren in de lessen, dat brengen ze in praktijk, in de leefgemeenschap, samen optrekken. En het doel daarvan is dat we leren om het karakter van de Heer Jezus met elkaar te leven. Daarom hechten we veel waarde aan de leefgemeenschap. Hopelijk heb je een goed beeld gekregen van wat het voor jou zou betekenen als jij je aan zou melden bij Bijbelschool Gospel Mission. Ben je enthousiast? Heb je het verlangen om te leren wat het voor jou zou betekenen om de Heer Jezus te volgen? Wil je gevormd worden naar Gods woord? Wil je je beschikbaar stellen om God te dienen met jouw leven? Meld je dan aan via de website of zoek contact met ons om nader kennis te maken, om informatie te krijgen, om advies te krijgen of om een dagje mee te lopen. Welkom! Ik heb echt ontzettend veel mogen leren bij Bijbelschool Gospel Mission. Ik heb hier een Bijbelse manier van denken leren ontwikkelen. Ik ben als persoon veranderd en gevormd en heb echt een hart gekregen voor de grote opdracht van onze Heer Jezus Christus. Maar toch is het belangrijkste dat ik hier heb geleerd een persoonlijke omgang met God zelf. Dat is echt de sleutel voor alles wat je zal doen in de rest van je leven. Op deze Bijbelschool heb ik mogen ontdekken dat het woord van God werkelijk waar, levend en krachtig is en de waarheid maakt vrij. De combinatie van theorie, dus het gezond Bijbels onderwijs en de praktijk, het nauw optrekken en samenleven met broeders en zusters, was echt een vormingsproces en levensveranderend. Ik ben hier gekomen via een zendingsorganisatie die mij tipte op de Bijbelschool Gospel Mission. Want ik was op zoek naar wat Gods wil was in mijn leven. En de zending had mijn interesse wel. En daarnaast heb ik hier echt mogen leren wie God is. En mijn persoonlijke relatie met hem heb ik echt in mogen groeien. En daarnaast heeft God ook deuren geopend en mag ik me nu voorbereiden op een periode om zelf op zendingsveld te gaan werken. Waar ik ontzettend van geniet en waar ik ook heel erg naar uitkijk. Toen ik hier de Bijbelschool binnenkwam, kwam ik binnen als iemand die een heel zwak geloofsleven had en niet wist wat de Bijbel nou eigenlijk zei over verschillende leringen. Mensen zeiden van alles, maar ik wist niet wat nou Bijbels was. Hier op de Bijbelschool heb ik heel erg geleerd wat Bijbels is, wat een Bijbels denken is. Ik heb hier echt ervaren dat mijn gedachten heel erg veranderd zijn naar wat Gods woord zegt. Ik mag vaststaan op zijn beloftes en ik mag gebouwd zijn op een vast fundament van het woord.